Ja, wij zijn als vereniging Sint-Antonius Gilde Sirdenberg erg trots hier voor de eerste keer de Kringdag Montferland te organiseren. U ziet het hier, heel veel schutters. En hebben we toch met een kleine vereniging voor elkaar gekregen om het voor elkaar te boksen. We zijn er erg blij mee. We gaan zo dadelijk beginnen. We hebben er zin in.
hebben al gelopen vandaag door het door Sinderenberg. En we hebben ook al bij het veld gestaan, de openingsdans gedaan. Thank you.
Ja. We zijn hier vandaag te gast bij Sint Antonius in Serenberg, lid van Kring Monfland. En we hebben meerdere kringen binnen onze Schuttersfederatie. Maar zoals altijd, iedere kring, iedere vereniging heeft zijn eigen tradities om die ook boven te houden. Hier hebben we vandaag ook het lepeltje schieten, wat met 450 jaar al tradities hoog in het vaandel houden. Het gaat om de saamhorigheid en in het gezamenlijke devies van de Gelderse Schuttersfederatie is trouw, broederschap en dienstbaarheid. En vandaar zijn we hier met z'n allen bij elkaar en maakt het zo'n hele speciale dag. Zijn jullie nou al bezig? Ik zit er 6 jaar op en dan oefenen voor een show ongeveer een jaartje of een half jaartje. En dan gaan we dat hier op een kringdag of op een majorettenwedstrijd dan laten zien. Hier in Serenberg om bij zo'n grote kringdag te zijn. Ja, het is hier wel goed geregeld. Namelijk ook voor de kinderen een draaimolen en overal is wel wat te doen. Ze hebben daarachter ook drinken voor kinderen en ze hebben ook een glijbaan. En dat is ook wel leuk voor. En jij bent de jongste, hè? Nee. We hebben nog Sophie, maar die is ziek, die heeft een vaatbroeken. Hoe oud ben jij? 4. Nee, 5. Even al. Thank you.
Jans vooruit. Rob Bonding. De kringdag is dit van jou? De tweede keer. Dus jij kunt nog heel lang op elke kringdag gaan dansen en marsen lopen.